Yo, wat up gasten! En dan ben ik weer met een nieuwe verse 50. Oh, dankjewel, dankjewel. Ja. Oké, hou maar op. Hou maar op. Oké, ja, dankjewel. Oké, ophouden nu. Ophouden, allemaal, oké? You rock! Oké, jij gaat dood. Klootzak. In ieder geval is het tijd voor een nieuwe verse 50. Je kent het wel, ik zit hier en vertel 50 smoesjes over een onderwerp. En waar gaan we het vandaag toch eens over hebben? Nou, lees dan de titel als je jezelf dat afvraagt. In godsnaam, man. Inderdaad, 50 smoesjes om een afspraak af te zeggen. En dat kan van alles zijn. Een verjaardag, een zakelijke afspraak, of misschien wel een romantische date. Alleen, daar weet ik niet zoveel van af. Weet je wat, laten we gewoon beginnen. Weet je, ik heb altijd gedacht dat ik hetero was, totdat ik jou zag. Voor hoeveel mensen heb je gereserveerd bij het restaurant? 2. Oh, nee, dat kan ik niet mee. Er moet ook plek zijn voor mijn ego. Ik heb vanavond al een afspraak met mijn rechterhand. Oh, sorry, ik ben vandaag ziek, want ik heb de Bieber fever. Woehoe! Kut Justin Bieber. Misschien is het beter als we geen date gaan houden, want ik heb al een habbo-verkering. Ho, wacht, ik ga vanavond al uit. Namelijk uit de kleren met niemand, want ik ben behoorlijk eenzaam. Ja. Ik moet mijn cavia leren vliegen. Mijn onzichtbare hagedis komt terug uit Hawaii. Ik moet mijn oma nog voeren. Ik kan niet naar een restaurant. Ik ben allergisch voor placements. Je wil een afspraak met mij maken? Is goed, weet je wat. Koop voor mij even een grote patat mayo met een neem een leuk filmpje erbij. En zorg ervoor dat deze dan zo meteen hier is. Bezorg het gewoon. Ik kijk de film, ik eet de patat en jij kan lekker thuis. Goeie afspraak toch? Ik kan vanavond niet met je uitgaan, want ik ben overleden. Sorry, ik ga alleen met knappe meisjes uit. Ja, sorry, de afspraak komt niet heel goed uit, want ik moet nog een paar Duitsers vermoorden. Ik Call of Duty, ja, rustig. Oké, wacht even, ik ben geen lustobject, ja, ik heb ook gevoelens. Op deze manier ga ik niet meer mee. Oh man, ik heb gevoel. Mijn benen zijn op vakantie naar Ibiza. Vanavond ben ik heel druk met een onderzoek om te kijken waarom ik zo knap ben. Sorry, ik heb vandaag al afgesproken met Nederlands Elftal, want die zuigen toch harder dan jou. Oh, wat een dis. Nee, eigenlijk niet. Het staat nergens op. Oh, je wil echt gaan karten? Ja, nee, daar heb ik geen zin in. Ik dacht Mario karten. Nee, voor echt karten ben ik te lui. Ik, Corny Woody Woody, heb wel belangrijkere dingen te doen. Waarom zou ik naar jouw verjaardag komen? Want waar ik ben is het altijd feest. Sorry, ik moet me nog even aftrekken. Ik moet met mijn goudvis naar de dierenarts. Volgens mij is er iets mis met hem. Hij ademt al 2 jaar niet meer. Ah, kut. Hadden we vandaag afgesproken. Ik ben helemaal vergeten condooms te kopen, dus dat wordt gewoon niks. Mijn knie is gebroken omdat ik ben gestruikeld over een zwerver. Tuurlijk, ik ben helemaal klaar voor het afspraakje. We maken er echt een super... Denk gewoon dat we beter niet meer kunnen afspreken, want ik ben zwanger. Ik ga liever niet mee, ik heb het niet zo op jullie blanke. Populair doen en zo, ik ben blanke. Wat noem je mij blank? Wat? Ik ben niet blank. Ik kan niet mee, ik moet vanavond nog naar ballet. Ik moet mijn rapport nog vervalsen. Sorry, ik heb vanavond al een date met je zus. Ik kan vanavond niet mee, omdat ik nog op MSN moet gaan doen alsof ik vrienden heb. En daarna ga ik je in MSN zetten dat gisteren heel gezellig was. Dat ik gisteren gewoon thuis zat en niks heb gedaan. Maar dan weet iedereen dat ik heel populair ben en dat ben ik niet. Oh, MSN, ik hou van jou. Hé, er is iets belangrijks tussen gekomen, namelijk XL. Mijn vader heeft mijn geld opgegeten. Sorry, jongvrouw, ik kan niet met u uitgaan. Ik moet nog een prinses redden. Sorry, ik ga al naar een kinderfeestje. We krijgen allemaal een zakje snoep. Oh, dan wil ik zo graag. Ik ben onwijs aan de scheiterij. Ik heb problemen met de auto. Hij schold me gisteren uit en ik pik dat niet, hè. Ik heb echt problemen met die auto. Ik moet nog Minecraft maken. Huiswerk maken. Ik moet mijn gevoel voor humor nog terugvinden. Vanavond komt niet uit. Zullen we anders de afspraak verplaatsen naar 31 november? Ik ben mijn make-up kwijt. Ik ben echt heel erg ziek geworden van jouw gezicht. Ik ben ik kan niet weg, want mijn bed is bang om alleen te zijn. Ik kan niet weg, want mijn deur laat me er niet uit. Hij staat gewoon open in het shot. Lekker bezig. Ik heb een straatverbod. Sorry, vanavond heb ik heel veel jeuk aan jouw borsten. Ik heb huisarrest omdat ik weer een boom heb betast. Ik heb een vleesetende deur die me niet naar buiten laat. Ik ga vanavond Justin Bieber beffen. Hoezo gaat dat te ver? Ze is een goede zangeres. Kom op. Yay, welkom terug. En eigenlijk weet ik zelf ook heel goed dat dit 50 volkomen goede smoesjes waren. Dus waarom zou jij hem dan niet delen met al je vrienden? Stuur deze video door naar het ene meisje met wie jij niet wil uitgaan. Als zijnde een hint. Of klik gewoon je hele Facebook, MSN, Hives, Twitter, wat voor lijst dan ook aan. En stuur deze video door naar iedereen. Want als iedereen de afspraak afzegt, kan jij met je vrienden toffe dingen doen. En dan kan jij gewoon ongenuanceerd doen wat je zelf wil. Rukken! Oké, dat had ik er beter uit kunnen knippen. In ieder geval, stuur deze video door. Geef deze video ook een groen duimpje. Met elk groene duimpje help jij een zeehondje uit Oost-India. En dat wil jij. En laten we afspreken, met heel veel groene duimpjes doe ik weer een nieuwe vers 50. Woop. Klik vooral hierboven op abonneren en als je dat niet doet, weet ik wie je bent. Dus klik maar even op abonneren. Doe het. Gedaan? Oké, door met de video. Ik vind jou ook heel aardig. Maar stuur deze video vooral door naar al je vrienden. Ik kan deze smoesjes ook gebruiken voor je school of je werk. Hoe mooi is dat? Dus doorsturen, ik ga het gewoon heel vaak roepen. Zometeen komen er een paar plaatjes in beeld, dan kan je op doorklikken. Abonneer op mij hierboven. Groen duimpje. Delen met je vrienden. Woohoo. En dan check ik jullie later. Bye.